Jacuzziën. Weet je wat echt cool zou zijn voor ons zwembad? Wat ons zwembad echt nog mist? Een glijbaan. Een echte glijbaan. Oh ja, super. Dat lijkt me geweldig. Maar nou ja, een glijbaan gaat niet bij ons zwembad. Het zou ook leuk zijn als we gewoon weer eens naar het zwembad gingen. Waar ze wel een glijbaan hebben. Zoals laatst bij de schuimparty. Ik vraag papa eens of we daar weer naartoe mogen. Nee, van papa mag dat toch niet. Je kent papa, de spelbedaar. Papa, hey, ik wil je wat vragen. Dag lieverd, wat kan ik voor je doen? Julian en ik wilden je wat vragen. Oh? Papa, mogen we naar het zwembad? Alsjeblieft, please. Ja, alsjeblieft. Ach, toe. Huh, naar het zwembad? Maar jullie zwemmen hier toch? Jullie hebben jullie badkleding toch al aan? Je bent nat van het zwemmen? Of hebben jullie dat niet eerst gevraagd dan? Nee, we waren hier in ons zwembad, maar we willen graag naar het grote zwembad in de stad, waar we laatst ook die party hebben gehad. Ja, het grote en leuke zwembad, papa, alsjeblieft. Geen slecht idee. Ik pak mijn zwembroek. Dan kunnen we gaan. Yes, het is gelukt. Yes. Hoewel, mocht papa wat mee, Hanna? Eigenlijk niet, maar ja, we gaan tenminste. Doet er niet toe. We gaan. Veel kinderen, daar zijn we dan. Oh, het is echt lekker weer vandaag. Er zijn niet zoveel mensen. Klopt. En, wat gaan we als eerste doen? Ho, Hanna, wat een vraag. Van de glijbaan natuurlijk. Kom op. Ben al onderweg. Kom papa, dan laat ik je zien waar de glijbaan is. Schiet op, kom op. Nou papa, dit is de glijbaan. Dan moet je heel voorzichtig zijn. Kan je laten zien hoe je dat doet hoor? Ha, nergens voor nodig Julian. Ik kan dat al. Allang. Oh. Huh, wat was dat dan? Stond ik te dromen? Heeft papa nu net voorgedrongen? Blijkbaar. Nou ja, ik zal maar opschieten. Papa, kom eraan. Maak plaats, maak plaats. Dat was leuk. Ja, echt wel. Wat gaan we nu doen? Oeh, waarom niet nog een keertje? Hier kom ik. Wow, papa, je glijdt op je buik. Hoho, Hanna, weg daar. Maak plaats. Oh, papa, je drinkt steeds wel voor. Ja, en papa, je bent al zeker 20 keer geweest nu. Oh, pas 20 keer? Toch al zeker 40. Huh? Oh, man, helemaal vergeten hoe leuk dat is. Een glijbaan. Yes. En deze glijwijze noem ik de Martin Vogel. Woehoe! En deze de buikkletser van Martin Vogel. Woehoe! Hanna, waarom sta je hier? Wil je niet weer naar boven de glijbaan op? Mijn papa alweer? Ja, tuurlijk, wat anders. Ik kan niet meer hoor, papa. Huh? Kom op, Hanna, wees niet zo'n watje. Een beetje glijden. Doet je goed hoor. Hanna, papa heeft gelijk. Kom op, nog een keertje. Oké, dan nog één keertje. En dit hier is de vliegende martenvogel. Woehoe! En dit is de slapende martenvogel. Met de ogen dicht. Of ook niet. Julian, we gaan nu al 5 uur lang van de glijbaan. Ik kan niet meer. Ja, ik weet het. Zelfs ik begin het veel te vinden. Papa is echt een diehard. Ik wil eigenlijk naar huis toe. Waar is papa? Oh, hij staat er wel bij de glijbaan. Ik kan niet geloven dat ik dit zeg, maar ik wil nu eigenlijk ook wel graag naar huis. Ik heb geen zin meer in het zwembad. Ik krijg het zelfs koud. Hey kids, wat is er met jullie? De glijbaan is helemaal leeg. We moeten naar boven. Kom op, schiet op. Papa, we zijn moe. We willen naar huis. Oh, oké dan. Als jullie dat willen, dan gaan we naar huis. Echt 2 spelbedervers jullie. Oh, dat was een vermoeiende dag. Maar het was ook heel leuk. Oh, ik duik mijn bed in. Julian, slaap je al? Oh, wat is er, Hanna? Ik sliep bijna. Man, ik ben kapot. Papa die steeds van de glijbaan wil, wat vermoeiend. Oké, wat rusten. Kinderen, goedemorgen. Kids, slapen jullie nog? Hanna, Julian, opstaan. Hanna, lieverd opstaan, het is al 7 uur. Hanna, lieverd, staan ze op, het is ondertussen 7:30. Kom op, tijd om op te staan. Hey, Julian, slaapkop, staan ze op. Oh papa... Nog 5 minuten, alsjeblieft. Je hebt ons gisteren zo moe gemaakt in het zwembad. Mijn benen doen nog pijn. Echt. Wow. Maar ik heb een verrassing. Willen jullie die dan niet zien? Kom op, kom mee. Oh ja, papa. Waar blijven ze nu? Julian, Hanna, willen jullie de verrassing niet zien? Anders breng ik hem terug, hoor. Oh, wat is dat dan, papa? Het is nog zo vroeg. Waar is die verrassing? Direct voor je neus. Kijk dan, we hebben nu ook een glijbaan. Een glijbaan voor het zwembad, omdat ik het gisteren zo leuk vond. En jullie ook, dacht ik. Alleen ik iets meer, maar daarom heb ik die glijbaan. Is niet goed? Maar papa, dat is geniaal. Hoe kom je weer op dit geweldige idee? Hoe kom je eraan? Oh, en zo snel ook nog. Dit is geweldig. Oh, ik moet hem direct testen. Oeh, zo cool. Onze eigen glijbaan. Oeh, koud. Maar ook cool.
Oh, Julian, hoe kun je dat nu met je kleren aandoen? Ga nou, sta je niet aan. Ik doe het ook. Julian, ik kom eraan. Maak plaats.